Hele goede morgen, dames en heren. Welkom bij een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mark en ik wens jou lekker wakker geworden. Lekker slapen. Ik ga nu even een koffie drinken en dan wil ik straks even naar het spoor gaan om wat treinbeelden te maken. Dat lijkt me wel weer leuk. Verder ga ik straks naar mijn opa en oma. Tijd eten. Maar eerst ga ik koffie drinken en even een beetje opruimen in huis. Dat is ook wel handig. Kleren wassen van mijn werk ondertussen. Dat ik klaar liggen voor dinsdag, dan moet ik weer werken. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga even lekker koffie maken. Ik neem jullie mee vandaag met de treintocht vandaag en alles. Natuurlijk. Doe vast een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik tof vinden. En dan gaan we met de dag beginnen. Dames en heren, ik lig nog even lekker naast niet in bed. En ik ga proberen even nog wat games op te nemen voor mijn kanaal voor aankomende week. Dus ik ga even wat rollercoaster opnemen en ik deed misschien nog wat Sims. Ik leg aan hoe lang ik zin in. En dan als ik klaar ben, dan ga ik even douchen, even opfrissen en dan ga ik naar buiten. En dan ga ik naar, denk ik even naar Ede toe. Ga ik daar even wat treinen bekijken. En dan gaan we naar opnemen. Dat wordt wel een leuk dagje. Dus ik ga even wat opnemen. Ik ga even mijn editprogramma even kijken. Wat even ruimte maken voor mijn computer. Zodat ik me fijn kan werken. En dan gaat het goed zo. En ik zie je zo meteen wel weer. Doei. Zo dames en heren, daar ben ik weer. Ik heb wel een heerlijke opname gehad. Een hele mooie opname van Rollercoaster Tycoon 2. Binnenkort wat te zien op mijn kanaal. Als deze video online staat. Dan is hij al online. Dus ja, het gaat lekker zo. En even één aflevering af. Nog bijna drie te gaan. Maar dat doe ik morgen nog heel een paar. Nu wil ik eigenlijk even lekker douchen en omkleden en lekker naar buiten gaan. Of ga ik nog wat opnemen? Dat denk ik niet, maar ik wil nog wat vloggen voor jullie. Dus ik ga nog lekker douchen. Even kijken naar de winkel. Even lekker broodje halen. Het is nu bijna 3 uur. Ik heb bijna een uur opgenomen. Ik vind het wel echt leuk geworden. Dus check hem gauw. Ik zet een link in de beschrijving hier. Als je deze vlog kijkt. Om te checken. Welke video dat is. Ik zie je zo meteen weer bij het douchen. Tot zo. Ik heb de jas al aan om zo naar buiten te gaan. Nog 3 minuutjes, dan is de video klaar met editen. Dan kan ik hem op YouTube zetten. Ondertussen wil ik nog wat dingetjes gaan opruimen hier in huis. Die 3 minuutjes. En dan wil ik naar buiten gaan. En dan is uploaden erboven op YouTube voor maandag. En dan komt het weer goed. Ik zie jullie zo meteen in de auto. Gaan we richting het spoor. Wil ik even wat mooie vlogs maken. Even een beetje wandelen. Dan gaan we daarna door naar Openomen. Rond 5 uur. Oh, daar zal ik daar zijn. Dus komt helemaal goed. Ik zie je zo meteen in de auto. Zo dames en heren, nog even stofzuigen. Waarom niet? Tot ik bezig ben. Even stofzuigen en dan gaan we zo. Zo, ben je klaar? Klaar om te gaan? Ik ga lekker naar buiten. Ik ga wat dingetjes doen. Ik neem jullie mee. Ik zie jullie zo meteen in de auto. Tot zo. Oh, dames en heren, ik zit lekker in de auto. Ik ga hem starten. Hij doet het. Mooi. Gordel om. Veiligheid voor alles. En let's go. En het is zondag, dus er is niet heel veel te doen vandaag. Dus uitparkeren. En ik ga op naar Ede. Ik ga naar het treinstation Ede. Ik ga in ieder geval wat mooie treinen voor filmen.
dat is de dichtstbijste voor mij. Ja, daar heb ik wel even zin in. En dan even lekker even kijken. Ik vind altijd de dingen, denk ik, oh daar kan ik even naar kijken. Of ja, een soort grote televisie van Lil Way, maar dan in real life. Er staan er wel wat mooie treinen, vind ik. Nee, er rijden wel gewoon dezelfde treinen. Dus wel niet heel veel te filmen, maar ik ga zoveel mogelijk filmen wat ik van jullie kan doen. Ik ben ondertussen aan het auto rijden, dus ik moet wel even naar voren kijken. Kijk, praat ik wel tegen jullie. Waar ik me wel voor bed natuurlijk. Als het goed is hoor je me gewoon, dus blijf lekker praten. En ik ga zo denk ik muziekje luisteren. Dus ja, dan gaat de video wel even uit. Ik speel geen muziek af tijdens mijn vloggen die ik luister. Dus qua rechten geloof ik auteursrechten op. Ik weet niet hoe dat zit met als je muziek erop zet. Dus ik gebruik gewoon mijn muziek achtergrond die in mijn editprogramma zit. Dat vind ik ook prima. En ja. Ik ga even rijden. Ik zie jullie zo meteen wel weer. Zo, dames en heren. Ik ben in Ede aangekomen. En dan ga ik een trein spotten. Dus kan ik ook nog spotten hier. Ik vond ik een beetje herinnering opbrengen van een volgende busje worden. En voor alle treinspotters, ik heb ook een mooie website waar je eventueel treinen kan zien op de radar. Dan kun je zien waar zij bevinden en mensen kunnen verwachten dat je veel prijs hebt. Dus daar straks in die actie de beschrijving beter. Zo, dames en heren, zo zien we nu op de grond. Daar is de trein zag ik voorbij gaan, dus ik kon niet filmen. Ik loop helemaal naar achteren dat ik zo goed mogelijk kan filmen en niemand in de weg zit. Dus ga ik even doen. Ik loop even naar achteren. Spoor 4 zit op Ede Wagen station. Ik loop even een beetje naar achter. Dit is de eerste trein, jongens. De nieuwe splinters van NS. Als je eens weet hoe ze de treinen heten, qua naam, ik zeg altijd een Sprinter of SLT of SGM, geloof ik. Of Flirt of wat dan ook. Zet het in de reactie op mij nog een week wel hoe deze trein heet of wel andere treinen. Ik weet hoe ze eruit zien, maar qua namen ben ik heel slecht. Ik sta op het Ede station, Ede Wagen station, precies zijn en ben ik lekker aan het vloggen. Ik ga niet met de trein weg of zo, ben ik gewoon lekker filmen. En dan weet je ook hoe mijn leven is. Wat ik het leuk vind om af en toe een beetje trein te spotten. Ik doe niet elke dag altijd, als ik eerst zin heb, wil ik ze doen. Terwijl ik buiten ben, genieten van die mooie trein hier, mooie technieken wat allemaal is, natuurlijk op de sporen. Respect voor die mensen die daar werken. Dus ik loop even naar het einde van het perron, dat ik daar een mooie shot kan maken van de firm. Ik zie al in de verte al aankomen. Dus ik ga even snel lopen. Dat is de mooie zin. Ik ben helemaal blij. Nou, dat was mooi. Ik vind de komst. Een mooie tijd natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Dat vind ik niet. Nou.
ga nu even naar de overkant. Een mooie sprinter, die sprinter wil ik zien vertrekken. Dus we gaan even kijken. We gaan even naar de overkant lopen. We hebben nog 10 minuutjes dat hij gaat vertrekken. Dus daar gaan we. Checken welke er binnenkomt. We gaan naar Nijmegen. Komt aan. Ik ga natuurlijk voor de sprinter. Rijdt in Arnhem. Omdat het dubbel voor is. Zet hij nou ook weer. Achter me staat de sprinter. En die gaat zo meteen 1 en 5 vertrekken. Tot die vertrek zijn krijgen we. Laat even zien. De vertrek zijn. Als hij zo oranje gaat, dan mag hij vertrekken. Het is een film dit vertrekt. Dat is mooi. Ik kan die ook even filmen. En dat geluid ook echt gewoon heerlijk. Een bak 16. 1, 2, 3, 5, 6 baks. 6 baks ferm. Hier lekker op een bankje. Omdat hier niemand op last zijn van deze. En lekker even kijken. Wachten tot de sprinter naar Arnhem vertrekt. Zien te trekken. Ja, dat was de sprinter richting Arnhem. Even kijken of we nog op tijd zijn voor de vertrek van de geleidlijn trein. Dan hebben we in de volgende keer volgende trein die kan weer komen. Dus ik heb al een vertrek zijn gekregen. De geleidlijn trein is weg. Dus we gaan even wachten op de luchtgrond. Dan gaan we dus even naar de busstation om te laten kijken. We staan weer op de busstation, nu ga ik hier op het bankje zitten. Even kijken. We hebben busstation. Voor alle bussen die hier aankomen en vertrekken. Ik hoor de verlaten al vertrekken. Sintes, Reus. Deze twee. Nou, we hebben twee bussen gezien. Dan ga ik weer even teruglopen naar de treinstation. Die nog 12 minuten de volgende buspas hier komt. Dus daar ga ik niet op wachten. Dus ik zie al mooie veren al aangeveerd op het treinstation. Echt een Schiphol. Dus, ik denk niet dat we hier weer kunnen filmen, maar ik denk dat iedere trein nou komt dan een bus. Ja. Mooi weer, dames en heren. Hier is een Schiphol. Jullie vragen soms zien of waarom? Treinsport. Ja, ja. Ik vind het gewoon mooi. Buurman daar vroeger naast ons woonde, die hadden modeltreintjes. Dat vond ik ook prachtig om te zien. En ik ben al 20 jaar fan van het programma Railway. En dan, nu ook een vlog ben, vind ik het ook wel leuk. Lekker buiten zitten hier zo.
Hier gewoon niet meer veilig, maar gewoon even filmen, even kijken. Gewoon, ja, dat ik even buiten ben. Iets wat ik leuk vind. Ik ga even hier op het bankje zitten en wachten dat hij iets binnenkomt. Ik kom zo weer terug. Nou, 1 minuut gezeten en dan zie je dat over 4 minuten weer Veren binnenkomt. Dus ga ik ook even filmen. Wat hij binnenkomt. Ja, ik zie hem verder aankomen. Dus we gaan hier mooi zitten. Staan en dan gaan we zo. Winnen, ondervangen, de Veren. Dus gaan we even filmen. En wij weer om. Dat was weer een Veren. Dat is leuk. Dat is wel erg leuk. Zo, ben ik net op tijd om de aankomst van de vleilijn te doen. Dames en heren, dat was de binnenkomst. Net op tijd voor de verleidingtrein. Ja, natuurlijk gaat trekken. Ongeveer 5 minuten dat hij gaat trekken. Dan kunnen we de trekjes filmen en dan gaan we misschien nog wat filmpjes maken met de bussen. En dan is het weer tijd om te vertrekken. Dan ga ik richting Open Oma, lekker eten, lekker warm worden. Dus, ik zie hier meteen nog eventjes bij de trip voor de verleidingtrein. Geef altijd een blauw duimpje wel als je de video tof vindt. Zie je vaak dat ik zo vaak zo'n vlog maak van een treinspot. Dat zie je hier of daarboven. Ietje. Dat je het leuk vindt en dat je het vaak is. Op mijn vlogkanaal. Ik zie je zo wel. Dat was de verleidingtrein. Ik zie het vertrekken. Dat is mooi. Deze video komt zo wel in de vlog. Die aparte filmpjes van de trein maak ik nog een aparte video van. Dat is ook en een vlog zijn en alleen een serie van treins. Ik heb ook een voor enig een treinspot video gemaakt. Ik wil ook hier eigenlijk ook goed doen. Maar dan wil ik het ook nog eventueel in de vlog gaan gebruiken. Dus zo zijn we hier 2 video's dat online komen. Dat is weer mooi meegenomen. Even een mooie verleiding filmen hier. Een mooie verleiding. Een mooie verleiding bus, jongens. Vroeger als klein kind ook al gezeten toen mijn oom op de bus ging.
Hij was toen rookbuschauffeur. En ik mocht altijd mee als ik vakantie had. Bijna altijd. En dan ging met deze flyline ook nog een keer mee. En dat vind ik zo mooi. En nu loop ik lekker naar de auto. Ik ga het lekker opwarmen en dan ga ik lekker naar open lopen. Het is al bijna 5 uur. En dan is het tijd om te gaan eten. Ik hoop ook dat ik genoten heb van de treinvlogs. De treinvideo. Doe maar een blauw duimpje omhoog. Dus ik ga nu lekker naar de auto lopen. Dan ga ik ging. Maar open open. Ik zie je daar wel aan. Tot zo. Ik was nog iets te boeken open om nog dus ik ga lekker het bos heen. Ik ben natuurlijk wel mee in de bos. En hoe zien jullie zondag toe? Lekker wandelen. Ik denk dat ik bijna als enige ben in het bos. Als het donker is wil je denk ik niet zien je zijn. Maar wel een beetje schemer al. Het is wel een beetje grijs vandaag. Doen, hè? Nou, ik moet toch even wachten tot het weer in de bereiking zijn. Dus. Keten! Hallo dames en heren, zo. We hebben lekker gegeten. En dan zometeen de kaarten dekken. En dan gaan we naar huis. Tot straks. Tijd voor voetbal. Ik wil scrollen en neem oude foto's. Ik neem jullie mee. Kijk, daar ben ik op paardrijden, jongens. Zo, dames en heren. Daar ben ik weer. Ik zit nu in de auto. Dat was gezellig bij opgenomen. We hebben gegeten en lekker televisie gekeken daar. En god hoor. Dan gaan we richting de wagen naar huis. Toeteren. Hoppakee, dat ik wegrij. En we gaan naar Wageningen. Namas love, Nicky me love. Namas love, Nicky me love, Nicky me love. Klein stukje. Dat was Sabrina Carpenter met Namas love. Zo'n mooi nummer vind ik dat. Dat duimpje voor haar. Dan moest ik even meezingen. Ja, muziekkracht. Ik kan niet onder muziek recht op. Dus ik heb een stukje gedaan voor jullie. Ik ga lekker naar binnen. Ik ben bij de thuis. Tot zo. Hoppakee. Zo, dames en heren. Ik ben weer thuis. Aan een avontuur. Bij Oognoma. En treinspotten. Ik vond het wel een leuke geslaagde dag. Ja. Ik heb lol gehad. Ik heb gelachen. Nog boer zoek vrouw gekeken. Bij mijn Oognoma. En nog een programma. Ook een leuk programma vond ik. Ik weet alleen de naam niet in ieder geval, maar goed. Dus ik ga nog eventjes wat video's overzetten naar de computer. En dan ga ik nog even YouTube kijken. Ik heb al een stukje al gezien van de vlog van Enzo Knol vandaag. Maar nog niet helemaal kunnen afkijken. Dus dat ga ik nog even doen. En daarna is mijn tijd weer te gaan slapen. En dus ik zie jullie straks alweer. Zo, dames en heren, het is weer helemaal gelukt. Een video afgekeken op YouTube. En we hebben geëdit. Deze laatste video moet ook op de edit. Dus ik ga bij deze de video afsluiten. Het is een lange vlog geworden. Ik vind het een leuke, geslaagde dag. Ik hoop dat je het ook leuk hebt gevonden vandaag. Met mijn hobby's. Ja, bizarre hobby's kan je het soms zien dat noemen. Niet iedereen vindt dat leuk om het treinspotten. Ja, dat vind ik wel leuk. En PBL om treinspotten. Ik hoop dat je het tof vindt. En, als je dit kijkt en je bent een treinspotten, zou ik graag een keer contact mee willen. En misschien lijkt het een keer leuk om met mij een keer
een video op te nemen bij het spoor of bij het station. Dat lijkt me wel een keer tof om daar een video van te maken met iemand die ook heel gek op treinen is. Een beetje mijn leeftijd zou ik wel fijn vinden. En die niet erg vindt om te filmen en al dat soort dingen voor YouTube. Ja, dat soort dingetjes. Het is een lange vlog geworden. Ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vind je hem tof. Beloon me dan met een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Op de hoogte zijn op de nieuwste video's. Ik zie je graag morgen een gloednieuwe vlog om 5 uur. En ik zeg slaap lekker en graag tot morgen.